Mary Stuart is 6 dagen oud als ze koningin van Schotland wordt. Meteen in het prille begin treedt haar levenswet in vervulling. Alles te vroeg en zonder bewuste vreugde door het lot geschonken te krijgen. Op dezelfde sombere decemberdag in 1542, dat zij in het kasteel Linlithgow geboren wordt, ligt in het naburige kasteel Falkland haar vader, Jacobus V, op zijn sterfbed. Nog maar 30 jaar oud en toch reeds door het leven gebroken, zijn kroon en de strijd moe. Hij was een dapper ridderlijk man en in wezen vrolijk van aard, een hartstochtelijk liefhebber van kunst en vrouwen en een vriend van het volk. Dikwijls was hij verkleed naar de boerenfeesten gegaan, had gedanst en plezier gemaakt met de dorpelingen en vele Schotse liederen en balladen die hij gedicht had, leefden nog lang voort in de herinnering van zijn vaderland. Maar deze onzalige erfgenaam van een onzalig geslacht was in een ruwe tijd in een weerspannig land geboren en van meet af aan voorbestemd tot een tragisch lot. Een wilskrachtig en niets ontziend buurman, Hendrik VIII, tracht hem te dwingen de reformatie in te voeren. Maar Jacobus V blijft de kerk trouw. Onmiddellijk maken de Schotse edelen, altijd geneigd hun vorst moeilijkheden te bezorgen, gebruik van de tweespalt en drijven de blijmoedige en vredelievende man tegen zijn wil in, voortdurend in onrust en oorlog. Reeds 4 jaar eerder, toen Jacobus V naar de hand van Maria de Guisdon, had hij haar duidelijk voor ogen gesteld wat het betekent koning te moeten zijn over deze halsstarrige en roofzuchtige klan. Madame, had hij in een ontroerende en oprechte brief geschreven, ik ben pas 27 jaar oud en het leven drukt mij reeds evenzeer als mijn kroon. Vanaf mijn kindertijd ben ik wees en de gevangene van eerzuchtige edelen. Het machtige huis van Douglas heeft mij lang als knecht gebruikt en ik haat deze naam en elke daaraan verbonden herinnering. Archibald, graaf van Angus, George, zijn broeder en al zijn verbannen verwanten hitsen de koning van Engeland voortdurend tegen ons op. Er woont in mijn rijk geen edelman die zij niet met hun belofte verleid of met geld omgekocht hebben. Er is geen veiligheid voor mij persoonlijk, geen waarborg voor mijn wil en voor de rechtvaardige wetten. Dat alles maakt mij bang, madame, en ik verwacht van u kracht en raad. Zonder geld, slechts aangewezen op de bijstand die ik van Frankrijk ontvang en op de onbeduidende giften van mijn rijke geestelijkheid, tracht ik mijn kastelen te verfraaien, mijn vestingen in stand te houden en schepen te bouwen. Maar mijn baronnen beschouwen een koning die werkelijk koning wil zijn als een onduldbare rivaal. Ondanks de vriendschap met de koning van Frankrijk en de ondersteuning door zijn troepen, en ondanks de aanhankelijkheid van mijn volk, vrees ik geen beslissende overwinning op mijn baronnen te kunnen behalen. Ik zou alle hindernissen overwinnen om de weg naar gerechtigheid en rust voor deze natie vrij te maken, en wellicht zou ik mijn doel bereiken wanneer de edelen van mijn land alleen stonden. Maar de koning van Engeland zaait tussen hen en mij voortdurend tweedracht, en de ketterijen die hij in mijn rijk heeft overgeplant, vreten verwoestend voort tot in de krengen van de kerk en van het volk. De macht van mij en van mijn voorvaderen stoelde vanouds uitsluitend op de burgerij van de steden en op de kerk. En ik vraag mij af, zal deze macht ons nog lang blijven? Al het onheil dat de koning in deze Cassandra-brief voorspeld had, wordt bewaarheid. En het lot treft hem zelfs nog zwaarder. De beide zoons die Maria de Guise hem schenkt, scherven in de wieg. En zo heeft Jacobus V, juist in zijn beste jaren, nog altijd geen erfgenaam voor de kroon, die hem van jaar tot jaar zwaarder op het hoofd drukt. Ten slotte drijven zijn Schotse baronnen hem tegen zijn wil in een oorlog met het overmachtige Engeland, om hem dan op het beslissende ogenblik verraderlijk in de steek te laten. Bij Solway Moss verliest Schotland niet alleen een slag, maar ook zijn eer. Zonder werkelijk strijd te leveren, slaan de onbestuurde troepen, door hun klanhoofden in de steek gelaten, jammerlijk op de vlucht. De koning zelf echter, deze anders zo ridderlijke man, worstelt in dit beslissende uur reeds lang niet meer met zijn buitenlandse vijanden, maar met zijn eigen dood. Koortsig en vermoeid ligt hij te bed in het kasteel Falkland, de zinloze strijd, het moeilijke leven beu. Dan, op deze trieste winterdag, 9 december 1542, nevel verduistert het venster, klopt een bode aan de deur.
Hij meldt de wegkwijnende, tot stervens toe moede koning dat hem een dochter geboren is, een erfgename. Maar de uitgeputte ziel van Jacobus V heeft geen kracht meer tot hoop en vreugde. Waarom is het geen zoon, geen erfgenaam? De ten dode opgeschrevene kan in alles nog slechts ongeluk zien, tragiek en ondergang. Berustend antwoordt hij: van een vrouw is de kroon tot ons gekomen, met een vrouw zal zij vergaan. Deze duistere profetie is tevens het laatste wat de koning zegt. Hij slaakt nog een diepe zucht, draait zich in zijn bed om naar de wand en geeft op geen enkele vraag meer antwoord. Enkele dagen later wordt hij begraven en is Mary Stuart, nog eer zij goed de ogen geopend heeft in het leven, erfgename van zijn koninkrijk. Net verschenen Mary Stuart, een boek van Stefan Zweig. En ik zou zeggen, bestel het vooral bij een lokale boekhandel, bij een kleine boekhandel. Want ik hoorde dat 1/3 van de Nederlandse boekhandels, en dat zal bij ons niet anders zijn, vreest dat zij deze coronacrisis niet zullen overleven. Dat lijkt me toch iets dat we met z'n allen moeten proberen te voorkomen. Dus lees thuis en bestel lokaal. Dat was de tip van de dag. De cover komt er zo aan, maar ik las deze van de PDF, dus ik heb het boek niet hier.